Onze OV-vlog voor de komende periode van de provincie Friesland. Hij is student van de opleiding journalistiek, is Dasjan Boerma. Nou, wij willen graag zien laten dat we in Friesland hartstikke mooie bussen en treinen hebben. Dat wordt ik heel gewaardeerd door de mensen, maar hege cijfers. Alleen ja, er zitten wel wat meer mensen in, vind ik zelfs. En dus moet het verhaal verteld worden van hoe mooi en hoe goed dat is bussen en treinen binnen. Goedemorgen allemaal. Vandaag is de allereerste video, de allereerste video van de OV-vlogger. We willen graag dat met name ben op een basisschool leeft die het vaak nog nooit in een lijnbus zitten hebben, omdat alle huiden en memmen natuurlijk auto's hebben, die willen we via zijn vlogger berikken en dat die zoiets van, nou, zo'n bus, wat is er al, hoe zit dat in elkaar, hoe werkt dat, hoe zit dat eruit, is het een beetje hemel en skin en kom je wat je wijze maten. Ik vertaal het maar even niet in mijn eigen woorden, maar nou, dat is wat zijn vlogger wel maten. We zitten nu in de bus, we gaan naar Heerenveen terug. Het was een superleuke schooldag. Ik mag gewoon zelf weten wat het is, ik mag kritisch zijn als het moet. Maar het was nu toen nog niet nodig, dus het mag gewoon, ik doe gewoon wat ik zelf leuk vind, leuke opdrachten. Een beetje entertainend, zodat de jongeren het ook leuk vinden. Welkom dames en heren bij de Supersonische Snelle Arriva Bus Review. Allereerst hebben we in deze bus een USB. Als iemand anders weet van, mijn vrienden gaan met de bus, het wordt gezellig, dan is altijd gezellig. Dan gaan mensen vaak snel met de bus, vooral kinderen. Ik bedoel, dus voor mij is het gewoon een gezellig uitje, want ik zit met allemaal vrienden, mensen die ik ken, dus eigenlijk altijd wel gezellig in de bus.